Weten jullie dat nog? Dat Nederland in ieder geval via de mond van Jaap van Dussel, kun je het nog herinneren? Nederland liet weten dat het mondkapje, nou dat was een lachertje, dat heel Europa, weet ik veel, de halve wereld liep met een mondkapje rond, maar in Nederland was dat niet nodig, want Jaap van Dussel, ja, die had besloten dat het waarschijnlijk totaal geen effect had. Dat zei Jaap van Dussel toen, toen het over het mondkapje ging. Nee, Nederland had dat niet nodig. Het was, zei Jaap van Dussel toen, het was schijnveiligheid. Nee, dat zei Jaap van Dussel. En die zat alsmaar in het oor van het kabinet te toeteren, Jaap van Dussel. En die Rutte, die geloofde dat. En die zat gewoon die onzin ook na te papegaaien. En die riep ook, ja, het is allemaal onnodig, schijnveiligheid. Daar hebben we niks aan. En Jaap van Dussel, die vond het ook medisch totaal niet nodig, dat mondkapje. En het was eigenlijk maar een beslissing van de politiek. Dat zei Jaap van Dussel. Ja, en zijn Amerikaanse vriend van de OMT, meneer Fauci, die zei toen al, nou die meneer van Dussel die snapt er geen hol van, want het is wel belangrijk dat mondkapje. Dat zei die man in Amerika. En wat blijkt nu? Heb u gelezen vandaag in de krant? Ja, groot onderzoek met mensen uit China, Australië, weet ik veel, Engeland. En die hebben allemaal, nu zijn ze erachter dat het mondkapje vertraagt of verlaagt de kans op het virus met 53%. Dus die zeggen dat mondkapje, dat helpt heel erg goed. Nou, als je nou toch Jaap van Dussel bent, hè vrienden, dan denk je toch bij jezelf, oh, hoe kom ik hier weg? Waar is die lift? Hup, weg! Onder de grond door naar Australië en nooit meer verschijnen. Nee hoor, die Jaap, waarom wordt Jaap van Dussel niet ontslagen? Hè? Als ik zo'n fout maak in mijn werk, als ik zo'n enorme essentiële blunder maak over het mondkapje werkt niet, werkt wel, dan moet je toch weg. Dan moet je toch gewoon uitgeflikkerd. Ja, maar niet Jaap van Dussel. Die blijft gewoon lekker zitten. En het kabinet luistert nog steeds naar hem. En daarom zit Nederland ook steeds met al die vreemde maatregelen. Dat komt door hem. Het is nu duidelijk. Jaap van Dussel fluistert dat allemaal in. En het is verschrikkelijk gewoon. En dat Nederlanders zich daaraan irriteren, die hebben daar volkomen gelijk in. Kom in opstand tegen die Jaap van Dussel. Want wat blijkt uit het onderzoek in Engeland, het is zo simpel als morgen de hele dag. De maatregelen werken allemaal niet zo erg. Nee, waar het om gaat, dat was de essentie van het verhaal. Het is gewoon handen wassen, 1,5 meter en een mondkapje. Punt. Meer is het niet.